Hallo dames en heren, leuk dat jullie er zijn bij deze nieuwe video. Ik ben hier samen met Isa. Hoi! Ja, het is de eerste keer dat we een video opnemen. Ja. En dan de hele video op dezelfde plek zijn, zeg maar. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is raar. Ja. Neem je nooit thuis video's op? Nou, ik doe ook dus een YouTube kanaal. Maar dat is ook privé. Net zoals de Instagram, die is ook privé. Niemand mag abonneren. Abonneren, nee. Wil jij eerst vragen uitzoeken? Want we gaan dus vragen beantwoorden. Dat is wel de bedoeling dat we vandaag gaan doen. Dus ik heb op mijn Instagram gevraagd in mijn story van hebben jullie opdracht slash vragen? Dus die gaan we bekijken. En Isa mag de eerste vraag al stellen. Mag ik de eerste vraag stellen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ah, wil je dat vertellen of moet ik het vertellen? Ik weet niet, je zit wel met je wang soms tegen dat ding aan. Doe hem dan maar ergens anders. Met de microfoon op je schouder. Ja, hij moet even in het midden. Maar oké, hoe hebben we elkaar ontmoet? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat was zeg maar al 5 jaar geleden. Ja, want we kwamen bij elkaar in de klas. Ja. En we vonden het zo leuk in de eerste. We vonden elkaar heel aardig. Nee, we vonden elkaar niet zo aardig eigenlijk, hè? Maar niet per se niet onaardig. Wow, dat zijn we een beetje tegelijk. Maar het was ook niet dat we dachten, we gaan even gewoon gezellig kletsen of zo. Dat hadden we niet echt. Toen, nee, dat kwam pas in de tweede eigenlijk. Ja, toen gingen we wel een beetje kletsen. En in de derde gingen we ook een beetje kletsen. En in de vierde gingen we ook een beetje kletsen. En toen werd het iets meer dan een beetje kletsen. Ja. Kletsen. Kletsen. Ja. Zal ik nu? Ja. Oké. Okay. Iemand zegt, het is toch een Q&A? Nee, het is vandaag een Q&E, want ik ben Quinn, dus Isa. Q&E. Quinn en Isa. Dat ben ik. En ik ben Quinn. Omdat zelf, echt, ik denk dat ik nu al 300 keer heb gelezen hoe lang we al hebben. Dus vertel jij dat maar even. We hebben al meer dan 7 maanden. Ja, bijna alweer 8. Ja, bijna zit ongeveer op de helft. Op 6 april kregen we verkering. Ja. Wat vinden jullie het lelijkst aan elkaar? En er staat er niet bij, maar wat vinden we het mooiste aan elkaar? Dus die doen we ook. Oké. Dus begin jij maar met wat je het lelijkst aan mij vindt. Dan begin ik daarna wat ik het lelijkst aan jou vind. Ik weet zo'n goed antwoord al. Ja? Het is echt het makkelijkste antwoord die ik ga geven. Ja, je tenen. Ja. Hé, hey, lekker gast. Maar ik vind tenen sowieso gewoon vies. Ja, ik ook. Wij vinden voeten allebei ook voeten niet heel erg mooi of zo. Dus... Maar het is ook niet dat je nou echt schimmeltenen hebt of zo. Maar het is niet dat ik denk, oh ja, graag voeten. Nee, dat heb ik ook. Wij houden niet zo heel veel van voeten. Nee. Dus allebei voeten gewoon. Ja, denk het wel. Dat is wel een makkelijk antwoord, hè? Ja, maar wat anders... Ja, ik zou ook even niks weten anders. Ik ook niet. Dat is wel moeilijk, hè? Oké, dus, maar wat vind je dan het mooiste aan mij? Kijk, jij weet het wel wat ik van jou vind, zeg maar. Maar weet ik dat? Ik denk het wel. Ja, mijn ogen. Mm-hmm. Ja. Maar ik denk dat ik dat ook bij jou zo vind. Oké, echt? Ja. Ja, van die wimpers. Zijn wimpers zijn zo lang. Ik weet niet hoe dat is, maar jongens hebben altijd lange wimpers. Ja. En ik maar mascara smeren iedere dag. Dat doe ik niet. Nee, dat heb je ook echt niet nodig. Nee. Dus je ogen of je buik, die is ook wel mooi. Nou, dankjewel. Doe dit niet lachtjes. Nee. Dus dan mogen we niet lachen, maar dat kunnen we eigenlijk niet. Dat kunnen we 1 seconde volhouden waarschijnlijk. Maar ik lach altijd. Ja, ik lach ook best wel snel. Altijd. Maar ik moet meestal lachen om jou, zeg maar. Meestal. Vroeger was je wel meer aan het lachen. In de klas, hè? Oh, zo hard lachen jij? Ja. Ladies aan backflip. Oh ja, nou, daar gaan we echt niet proberen. Gaan we niet doen. Ik moest vorige week bij gym een salto doen. Heb je niet gedaan? Niet gedaan. Dat is zo stom, hè? Dat is wel jammer. Ik ben gewoon niet zo sportief en handig. En noem het allemaal maar op. Dat ben ik gewoon niet. Maar, op welke sporten heb je gezeten en welke doe je? Ik heb op paardrijden gezeten. En ja jongens, dat is een sport. Ga allemaal maar op een paard zitten. Ja, ik durf dat niet, maar op een paard zitten. Gast, ik had iedere zaterdag had ik spierpijn gewoon. Ja, dat heb ik ook. In mijn benen. En als je van je paard afviel, dan had je ook pijn. Maar... Dat wist jij ook, hè? Je was toch een keer gevallen? Ja. En toen viel ik van de paard af en toen ging hij vol op mijn kuit staan. Oh, ja. Had ik zo'n hoefijzer in mijn kuit staan. Paard is wel zwaar. Ja, want het was nog maar een heel klein ding. Zo'n kleine pony. Ik heb gedanst. Streetdance, modern en hip-hop. En daar ben ik dit jaar mee gestopt. Maar het kan zomaar zijn dat ik daar volgend jaar weer mee verder ga. Want ik stop altijd met dansen en dan ga ik opeens weer verder. Ik weet het nooit zo goed. En ik tennis. Ja. Ik ben echt een natuurtalent. Vraag maar mijn tennisleraar. Nou, ik zit op voetbal. Ja.
Ik heb niet zo echt een carrière met heel veel sporten of zo. Ik heb wel een keer via zo'n boekje met, die ik op de basisschool kreeg gehonkbald. 5 keer en dat vond ik ook wel leuk. Maar voor de rest eigenlijk niks. Ik heb ook nog een keer op proefles ballet gedaan, maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja, ballet, maar dat is, nee, vind ik ook niet echt iets voor jou. Maar ik heb wel modern ballet gedaan. Modern ballet? Ja, dat je zeg maar zo moet rollen over de grond en zo. Dat was ook niet echt iets voor jou. Ja, dan moest je zo... Vallen. No. Ja, dat is wel iets van jou. Hoi mam. Gelukt met je nagels? Ja, die is weer klaar. Kan je ze even laten zien anders? Mama heeft haar nagels gedaan. Kan je ook even zo doen daar? Nou, nice. Ja, toch? Nee. Kijk, mama gedaan. Wij zijn een Q&A aan het opnemen. Hoe oud ben jij? 16. Hoe oud ben ik? 17. Ja. Wanneer ben je jarig? Ik ben op 27 juli jarig. En ik? 28 mei. Heb ik goed, hè? Mm-hmm. Wat was de reactie van je moeder toen ze hoorde dat je een relatie had met Isa? Ik weet het nog heel goed. Ze begon helemaal te springen en te dansen. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik wel. Want ik was hier toen we dat, zeg maar... Gingen vertellen. Oh ja. En toen, oh ja, holy. Dus hij zegt tegen zijn moeder van... ja, mama, wij hebben verkering. En toen zei zijn moeder... Ja, dat is ik al lang. Terwijl pas die dag. Oh ja, toen zeiden we nog ja, maar. Het was pas vandaag, hoor. Het is vandaag pas, hoor. Dus. Ja. Dat was wat je moeder zei. Ja. Kijk jongens, dit ben ik. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Kijk, dit ben ik. Toen was ik klein. Smurf. Goed, hè? Ja, vond ik even leuk om te laten zien. Hey, heb je ooit iets gebroken? Dat is even gewoon een vraag van mij. Ik? Ja. Nee, ik heb nog nooit iets gebroken. En gekneusd? Mijn ribben een keer. Ja. Want dat is wel een grappig verhaal. We gingen bij gym, zo'n spel doen. Oh. Dat je de hele gymzaal was dan een soort van, ik weet niet meer hoe dat heet, iets met boer en heer, weet ik veel wat. Boer en heer. Leuk spel. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dan had je in het midden van de gymzaal had je dan van die touwen waar je zo aan kon slingeren, weet je wel. Ja. En dan moest je van bank naar bank slingeren, want dat tussen de bank was een sloot. En daar mocht je niet invallen, want dan was je dood. Ja. Maar er was dus chaos, want niemand wilde doodgaan en iedereen was tegelijk aan het slingeren. Ja. Dus ik ging tegelijk slingeren met een vriendin van mij en die ging zo, ik had dit touw, zij had dat touw. Maar zij ging zo klonk, zo zeg maar tegen mij aan. Dus ik flikkerde vol op die bank, zo op mijn ribweg. Zo. Tchuk. Daar heb jij ook weer. En toen viel zij nog op mij. Nou, echt, deed pijn. Oh, dat is wel raar dat het pijn deed. Ja, dus je hebt je ribben een keer gekneusd? Ja, volgens mij wel. Maar ja, en okay. Ik had altijd blauwe plekken. Ja, blauwe plekken. Maar die ook een kneuzing. Ja, dat wist je dat nog? Toen zei ja, ik heb nu eigenlijk een infectie. Ja, bijvoorbeeld dan, weet je wel, als je hier zo een wondje hebt, dan zei Isa altijd tegen mij, ja, is ontstoken. Is ontstoken. En dan zei ik, gast, kom op. Ja, maar het is ook gewoon ontstoken. Ja, het is eigenlijk wel, zomaar. Het is niet dat maar ik zeg ook niet dat mijn vinger afvalt. Ik trek namelijk heel vaak van die velletjes. Nee, dat doe je echt nooit meer. Nu niet meer, maar als ik heel veel stress heb, dan ga ik van die velletjes trekken. Zo, moet je niet doen. Nee, doet pijn. Doet pijn. En als er dan zout in komt. Krijg je er hele vieze vingers van. Ja. Dus dat deed ik dan altijd. En dan gaat het op een gegeven moment, als je dat te ver trekt, gaat het een beetje ontsteken. En dan krijg je heel rode, dikke vingers. En dan... Ja, dus niet doen. Niet doen. Maar in ieder geval, jij hebt best wel snel een blauwe plek. Ja, je hoeft maar bij mij dit te doen en ik heb een blauwe plek. Ja, maar... Elke keer op de basis gehad en helemaal mij zo, weet je wel, zo toef gedaan. En toen had ik echt zo'n blauwe plek. Zo toef. Ja. Nou, en ik heb een keer mijn arm gebroken in groep 3. Toen kwam omdat ik trampoline ging springen. En toen ging Nika, dat is mijn zus, die veerde mij, maar dat was niet gepland. En toen was het zo, en toen viel ik daarnaast. En toen stonden mijn botten zo naast elkaar. Godverdomme. Heel lekker. Maar ik kom daar later wel een keer in een video op terug. Want dan ga ik allemaal dingen laten zien. Want ik heb bijvoorbeeld de pinnen, ijzeren pinnen die in mijn arm zaten. Heb je die nog? Die heb ik allemaal nog. Godverdomme. Die zijn niet helemaal nog met vlees. Die zijn helemaal schoongemaakt. Nee, dat snap ik. Maar het idee dat dat in jouw arm heeft gezeten, vind ik niet zo heel lekker. Maar dat ga ik binnenkort wel een keer laten zien. Heb je wel eens verteld dat zo'n vriendje van mij in de kleuterklas... Vriendje? Die had een zo'n glitterbloemetje, wat je dan waar je mee kon plakken. Ja? Had die doorgeslikt. Dus toen droogde hij helemaal uit, omdat het ging niet goed. Toen moest hij naar het ziekenhuis. En toen hadden ze dat bloemetje eruit gehaald. En toen de eerste volgende dag dat hij weer op school kwam, had hij dat bloemetje meegenomen naar school. In een zakje. En ik vergeet dat nooit meer. Nee, sommige dingen onthoud je gewoon, hè? Dat is raar, hè? Zo vies. Ik heb wel een goeie. Wat is jullie droomhuis? Goeie.
droomhuis van ons samen, zeg maar. Ja, echt. Ik weet het wel. Ja. Want wij zijn dus pas 16 en 17, dus we gaan echt nog lang niet uit huis. Echt niet? Een split level. Ik doe even een plaatje in beeld. Het is een split level. En dat is zo vet. Dat vind ik ook echt heel vet. Dus dat wil ik op zich ook wel. Ja, natuurlijk. Waar ergeren jullie elkaar aan? Waar ik me erg aan jou, dat weet ik niet zo heel snel even. Het is gewoon soms, ja. Maar ik weet wel waar jij, zeg maar, echt aan mij. Als ik gewoon irritant doe dus. Ja. Dan ga ik de hele tijd zo prikken zo. Ja. Je kan heel irritant gaan doen dat je de hele tijd gaat prikken en de hele tijd aan me zit. En dan ga ik geluidje maken en sound effects en zo. Ja. Dan ben ik aan het eten en dan doet hij zo. En dan zo. Dat kan niet zo goed tegen. Nee. Dat is wel leuk. Maar wat vinden we dan leuk aan elkaar? Oh. Ja, dat is wel moeilijk. Ja, ik vind die zo heel veel leuk, denk ik. Anissa. Nee. Daarom ben ik je vriendin. Ja. Maar ik denk wel dat ik het leukste aan jou vind dat je zo spontaan bent. En dus echt met iedereen die je ook maar tegenkomt gewoon een gesprek begint. En altijd aardig en leuk en positief. Maar ook in je video's ben je altijd super spontaan en energiek. Ja, maar je kan ook niet zo goed negatief doen, hè? Nee, je kan niet negatief doen. Dat wil ik ook niet. Ik hou er niet van. Ik kan het wel. Ja, maar nu niet meer zoveel. Dus het begint wel een beetje positief te worden. Ik geef positieve vibes. Ja. Oh. Dus ja, dat hij. Gewoon met altijd. Er hoeft maar iemand te komen die jij niet kent. Of mijn vriendinnen, weet je wel, die je dan nog niet kent. En je bent altijd gezellig. Hè? Nou, ik doe mijn best dan, hè? Ik doe mijn best. Ja, wel, als je geen echt kut vindt, maar dat is wel niet zo leuk. Dat heb je ook niet vaak. Nee. Oké, nu moet ik, hè? Ja. Boah, dat is moeilijk. Ja, weet je wat het is, denk ik? Ik weet het. Gewoon bij sommige dingen, niet bij alles, maar bij bepaalde dingen. Doe jij gewoon. Hoe je bent, altijd eerlijke mening, dat soort dingen. En andere mensen zouden dat niet doen, zeg maar. Nee. Kijk, in het verleden heb ik ook wel eens iemand anders wel eens leuk gevonden. Maar die zou het altijd anders doen dan hoe jij het doet. Dus bijvoorbeeld, ik vraag om je mening en dan is het niet gelijk van, oh leuk. Het is niet altijd leuk. Je hebt ook wel eens dat je iets stom vindt of je denkt van, nee, ik zou dit doen of zo. En ja, bijvoorbeeld soms dan vertel ik iets en dan kan jij ook andere kant aan mij laten zien van... Het verhaal of zo, zodat ik er weer anders over na kan leren. Dat soort dingen. Ja. Gewoon je eerlijkheid naar mij toe. Dat vind ik wel heel leuk, maar het allerleukste ben jij gewoon zelf. Stop er met je. Ah, gast, ik zat het te lezen en ik dacht, dat ga je toch niet echt vragen. Hè? Dat kan je toch niet zeggen. Hoeveel broers of zus heeft Isa? Ik heb een broertje en een zusje. Ik heb twee zussen. Helemaal wel. Ik heb geen broertje. Maar wel Bumpy. Ja. Wat zeg je nou allemaal? Isa, wat vind je ervan dat ik soms dure kleren koop? Moet je dat zelf weten. Maar denk je niet soms van gast? Kan je niet beter bewaren of ergens anders aan uitgeven of zo? Heel soms. Maar bij wanneer dacht je dat dan bijvoorbeeld? Ik eigenlijk niet. Gewoon, dat heb je soms. Maar ik heb het denk ik niet. Ja, een beetje schoenen misschien. Dat je op een gegeven moment ging wel heel veel schoenen kopen. Ja. Ook schoenen die je nooit aan hebt. Ja, maar ik heb nu wel bijna elke schoen aan. Ik heb die Stan Smith nog nooit aan. Echt al twee keer al? Al. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Maar dat is wel eerlijk. Maar op zich nu. Ik lekker zelf weten. Ja, nu valt het wel mee hoeveel kleren ik echt koop. Zeg maar even, gewoon doe maar iets. Wat? Vertel iets of zo. Van bedankt. Nou, dat was de video. Misschien wat enthousiast. Dat was de video. Ja, ja. Oh, dat klonk echt als een feit. Ja, dat was het, hè? Ja. Ik vond het leuk. We hebben jullie hopelijk een beetje geïnformeerd, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat jullie ons wat beter kennen. Nou, in ieder geval een beetje meer Isa, natuurlijk. Want die hebben jullie nog nooit gezien. Echt. Jawel. Ja, één keertje. Ja, die is best veel bekeken. Dus dankjewel daarvoor. Als jullie nou even heel veel blauwe duimpjes omhoog doen, dankjewel. En even abonneren. Abonneren. En dan, ja. Ja. Tot de volgende video, denk ik, hè. Hey, doe eens je mond open. Oh. Gewoon zo even hier zo. Doe je mond open. Oké, doei.